Goedemorgen jongens, het is 6 uur geweest. Ik ben wakker. Het is maandag, ik heb gisteren niks meer gefilmd. Maar, kijk, het is trouwens 6 uur geweest. Maar, ik ben nu wakker geworden met vet veel hoofdpijn. En ik ben ook vandaag soort van vrij, ik heb alleen een meeting om 9:30. Dus, ik heb medicijnen ingenomen bij je serie en ik ga nog eventjes voor de verandering, normaal doe ik dat nooit. Ga ik terug even mijn bed in. En nog even liggen, want ik heb echt vet veel hoofdpijn. Ik heb dat nu al nooit. Ik ga er altijd vroeg uit. Maar ik heb echt koppijn. Dus, aangezien ik toch vrij ben, normaal zou ik er gewoon uitgaan. Maar voor de verandering ga ik nu gewoon even lekker terug mijn bed in. Het kan vandaag, dus dan ga ik het ook gewoon doen. Ik drink die even op en dan ga ik heel even terug, want ik heb echt vet veel hoofdpijn. Goedemorgen jongens, het is vandaag maandag. Of tenminste, het is dinsdag, het is niet maandag. Ik heb gisteren vrij weinig verder gefilmd. De hele dag hoofdpijn gehad. En ik heb natuurlijk ook die meeting gehad, dus het was een beetje rot morgen. Maar het is dinsdag, het is rot weer buiten. Maar ik ben klaar, het is 6:30. Denk ik. Het is 6:30 geweest. Ik ben inmiddels wakker. Ik heb mijn make-up gedaan. Heel simpel. Ik heb geen foundation of zo op. Ik heb alleen crème op. En ik heb 2 dagen geleden zelfbruin opgedaan. Dus die kleur zit er nog een beetje in. Ik heb een wit t-shirt aan vandaag. Er staat purple op. Ik kan het bijna niet zien. Zwart jasje. Zwarte broek. Een beetje zwart-wit vandaag. En mijn witte villa's die ik in maat 38 de kleine heb gekocht. Maar ik ga kijken of ze vandaag in maat 39 gaan halen. Goedkoper. Ik drink deze lekker op en ik word gebracht door mijn opa vandaag. Normaal zou ik natuurlijk met de bus gaan. Ik word gebracht vandaag omdat mijn opa naar de garage moet en die zit daar in de buurt. En die moet om 8 uur zijn en ik moet om 7:30 op mijn werk zijn. Dus hij brengt mij en daarna rijdt hij gelijk naar de garage. Dus dat is top. Eerst en enigste kopje koffie 's morgens. Het is trouwens wel warm hier, want ik voel dat de kachel niet aangaat. Iets lager draaien, anders kook ik voor mezelf als ik thuis kom. Ik heb mijn haar gefund vanmorgen. Ik heb de fun beneden neergelegd, want anders maak ik hier te veel herrie 's morgens. En nu niet. Maar ik heb er echt super veel zin in. Ik was nog heel diep te slapen, dus morgen ging mijn wekker om 6:30, iets over 6:30. En ik schrok echt. Ik dacht, jeetje mine, wat de fuck is dit? Maar hey. Ik ben trouwens niet verkouden, maar dit is gewoon 's morgens. Dat heb ik altijd 's morgens. Maar ik heb in ieder geval een kop koffie, dus ik ben nu goed wakker aan het worden. En ik ben verder gewoon helemaal klaar. Ik heb alles gedaan. Ik ben helemaal klaar, helemaal ready. Ik ben ondertussen een YouTube video aan het kijken op de laptop daar. En verder ben ik niet zoveel aan het doen. Ik ga jullie wel meenemen. Maar mijn echte eerste, nou ja, ochtendje. Het is niet echt een dag, hè jongens. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Ook ga ik natuurlijk nu gewoon mijn vaste collega's zien. Dus ook daar ben ik heel erg benieuwd naar. Van hoe gaat het zijn? Hoe ga ik ze vinden? Hoe vinden ze mij? Het is dat voordat ik vandaag meeloop. Dus ik hoef nog niks zelf te doen. Omdat ik gewoon niet weet hoe het daar werkt. Laat ik het zo zeggen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ik heb natuurlijk 1 keer meegelopen. En verder ga ik vandaag meewandelen. Ik heb er gewoon super veel zin in. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dus let's go. Dat is ingepakt. Beneden ligt nog een boterham met een banaan klaar. Zodat ik dat nog lekker kan eten. Op naar Rotterdam vandaag, jongens. Ik is het echt ochtend. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er echt super veel zin in. Dan kan ik gewoon niet ophouden met lachen. Ik heb trouwens net wel die klovinak ingenomen. Want ik heb morgen pijn in mijn schouderbladen. Toen dacht ik, of gaan we nou al beginnen? Maar ik heb mijn zin ingenomen, dus dat moet goed komen.
En verder ben ik gewoon een beetje hyped en een beetje druk. Maar goed, dat komt ook wel helemaal goed. Ik heb er voornamelijk gewoon heel veel zin in. Dus ben benieuwd. Ik ga wachten tot mijn opa er is. Mijn koffie opdrinken. En dan stakjes aan het werk. Morning. Oh jongens, het is vroeg. Ik ben weer wakker. Ik hoopte maar uiteindelijk ook wakker zou worden als ik nog weet. Maar goed, dat is niet anders. Ik ga koffie zetten. Ik trek een kop koffie. Dus dat gaan we nog even doen. En cheer. Daarna geen idee eigenlijk. Ik zoek een klein kopje. Ik heb een klein kopje, want er past een groot kopje onder de apparaat. Die is klein. Heel klein. Kopje. Ik ga van zometeen voor even langs Action om even een klein mokje te halen en zo. Ik ga zo meteen eens mama wakker is de vaatwas leegruimen en de vaat hier opruimen. Het is vies weer buiten vandaag weer. Dat is super jammer. Maar goed. Binky zit ook elke ochtend kijk ik even bij Binky hoe het gaat, want die zit in dat hok. Die zit onderin, zie ik hem liggen. Ja. Leuk. Even koffie zetten. En ga ik zo meteen even een Action lopen. Want we hebben dus alleen dit kleine mokje die mijn paas goed dus heeft gehad. Heel klein. Maar precies goed voor zo'n soort ochtenden. En hij past eronder. Ik ga dus hier gelijk alle lampen aan doen. Mijn ma is nog boven. Ik weet niet of dat zij nog slaapt. Dat kan. Ik ben helemaal aangekleed. Ik heb alleen vandaag voor de verandering is geen BH aan nog. Want ja, daar heb ik gewoon nog geen zin in. Normaal doe ik het altijd. 9 minuten denk ik, ik kan iets zonder BH. Goedemorgen, ik deed dit. Oh, hallo lieve. Hey Kees, goedemorgen Joegie. Hey. En Lexi. Nou, die vindt het een Amalie, die ligt dus nog lekker slaap. Die ligt hierin. Dat is toch lief. Ko, die ligt hier. O, trouwens. Mama heeft toch een kaartje gekregen. Van Natuska. Superleuk. En ze heeft droogbloemen gehad van Ash. Die ga ik even laten zien. Even deze openzetten. Beetje licht. Ik laat ze nog wel even dicht. Is er ook nog steeds. Ik check altijd alles morgen. Zeker als ik alleen wakker ben hier. En hey. Eén lamp doet het niet meer. En pupje is wakker. Leuk. Ja, jongens. Nou. Koffie zitten dan maar. Goed. Ik ben lekker opgemaakt en aangekleed. Ik heb deze body aan. En deze broek. Blauwe broek met graten in mijn benen, want ik mag natuurlijk niet zo'n broek aan op mijn werk, dus draag ik ze zoveel mogelijk lekker thuis. Ik ga nu even een TikTok opnemen, wat ik heel graag wilde doen. Verder eigenlijk niet zo heel erg veel. Het is best wel fris buiten. Het waait heel hard, dus het is binnen ook fris, zo zeg ik het zelf. Ik ben ook een beetje aan het opruimen en zo. Dus dat is ook wel lekker. Ik wil even andere oorbelletjes aan. Maar ik weet niet welke. Dus ik ga even bedenken wat ik voor oorbellen aan ga doen. En dan ga ik TikTok opnemen. Ik heb er eigenlijk niet zoveel te doen. Oh, we zijn even in de intratuin. Helemaal verbouwd. Hè? Oh, ze gaat even naar het toilet. Oh, zo cute. Nou, moet ik wachten. Mag ik zitten? Hè? Oh.
Even lekker in de intratuin, jongens. Oh, dat is zo'n alpaca. Daar gaat een koe. Verderop. Dat is wel leuk. €15. Ja, alles is duurder geworden. Ze moeten allemaal inhalen vanwege corona. Maar ach. Even lekker een rondje in te gaan. Alles is verbouwd hier in Rome. Dus het is wel leuk om even door te gaan. Een mini koe. Een Shetland koe. Zie je hem al uitlaten? Ja, uitlaten. Zie je hem al uitlaten? Gewoon in huis. Gewoon in die kamer, die koe. Heel gewoon, dat is toch lopen hoor. Nee, maar we kunnen ook kwalijk overal blijven staan met die karren, hè? Nee, dat kan niet, maar je moet toch wel. Ik moet alleen maar stil staan, dan gaan ze al. Snap je me? Ja, ik snap. Anders wat dan wel kunnen doen. Nee, dat is voor luie mensen. Ja, dat daarom. Ja, maar ik ben niet lui. Nee, ik wel. Ja, maar dat is niet mijn probleem. Kijk, zo lui ben ik. Ja, maar ik ook als ik de tuin moet gaan doen. Dat is echt drama. Ja, maar dat zijn geen real life crocs, toch? Wat denk je nou? Weg. Een kastje. Waar? Daar. Even kijken. Zo schattig. Die is leuk, vind je? Dat ik opstaat. Ah. Oh. Die daarachter? Nee, die is raar. Ik was schattig. Het is leuk voor de vakantie. Ja, dat dingetje is leuk. Of die? Die vind ik ook leuk. Ik vind die leuker. Dan deze. Maar dat ga ik niet nemen. Wil ik dat dingetje dan? Ja, dan neem ik de tas en dan kijk ik een kale tas en dan wil jij dat ding. Ja. Dat is toch een vakje in die tas? Heb ik dat niet gezien? Nee, zo schattig. Goed, het is nu woensdagavond. Oeh, fel licht. Goed, het is nu woensdagavond. En ik ga een apparaatje uitproberen wat ik vandaag heb gekocht. Dit is namelijk een apparaatje dat vibreert. En is om je gezicht schoon te maken voor de mensen die dachten dat het misschien voor wat anders was. Nee, niet zo denken. Het is voor je gezicht. Ik weet niet precies hoe het gebeurt, maar volgens mij, ik zal dit ding aanzetten. Hij trilt ook echt. Ik kan hem hard zetten. En dan kan je dus je gezicht weer schoonmaken. Alhoewel ik eerst even mijn make-up eraf moet halen. Maar het werkt dus wel. En dat ga ik nu proberen. Oh, dit doosje moet er andersom in. Ik ga het nu dus uitproberen. Ik dacht, ik ga even jullie lekker in meenemen. Want dat leek me wel grappig. Ik reinig mijn gezicht trouwens altijd met reinigingsolie. Dus dat ga ik nu ook gewoon op het apparaatje doen. Hij is dus gewoon helemaal waterdicht. Dus als het goed is, kan ik gewoon deze olie er ook op gooien. Gewoon een paar druppeltjes. Dat is helemaal niet veel. En ik laat het een klein beetje uitlopen op mijn gezicht. Oeh. Dit is echt nice. Dit cleanst dus je hele gezicht. Tenminste. Dat is wat er op de verpakking staat.
is heel gek dat dit trilt. Heel apart. Oké, ik spoel ik hem even af, want het is nu helemaal vet en olie. Ga ik er nog één keer overheen. Maar we zijn ook een discussieus uit de en klaar. Droog hem wel gelijk even af. En ik droog mijn gezicht ook gelijk af. Heel check hoor jongens. Ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Ik gebruik mijn nachtcreme. Ik gebruik tegenwoordig van Shein ofzo. Gebruik ik nachtcreme. Goedemorgen jongens, het is vandaag donderdag. Ik ben inmiddels aangekleed en wakker en wel. Ik heb een witte Nike's aangedaan en ik ga even tanden poetsen. En dan ga ik naar mijn werk. Mijn pa brengt me, dus dat is heel fijn. Maar even tanden poetsen en dan naar het werk. Goed, ik weet niet of ik vanmorgen wel of niet gefilmd had. Maar als ik dat niet had gedaan, goedemiddag. Het is inmiddels middag. Het is, wat is het vandaag? Vrijdag? Ja, het is vrijdag. En ik ben vanmorgen lekker naar de schoonheidsspecialist geweest. Dat was echt heerlijk. Ze hebben lekker mijn gezicht gereinigd en gescrubt en gedaan. Dat is echt top. Nu inmiddels weer thuis. Ik ben even bij oma geweest nog vanmiddag. Jesse was daar nog. Ze heeft even lekker spelletje gespeeld en zo. En gisteravond ook trouwens. En nu ga ik nog even verder een aflevering van Lisa kijken, want ik heb avonddienst vandaag. Ik moet beginnen. 4:30 moet ik beginnen. Dus ik heb nog even, want het is nu 3:00 en ik moet pas om 4:15 weg. Dus dat is wel lekker. En dan de metro en dan nog een stukje lopen. Dus ik ben mijn telefoon aan het opladen, die ligt daar. Ik heb een koffietje gezet alvast. Ik ga nu lekker verder Lisa kijken. En daarna naar het werk. Ik heb trouwens een groen shirtje met lange mouwen aan. Zwart vestje. Zwarte broek. En mijn witte All-Stars. Want die lopen gewoon lekker. En zeker voor de avond. Dus top. Ik ga dit even lekker kijken. En wachten tot tijd is. Goed. Het is avond. En tijd om zo te gaan slapen. Ik ga nog een lampje aan. Maar het is vrijdagavond jongens, ik heb gewerkt en ik heb echt een topavond gehad. Echt super naar mijn zin gehad. Oh, licht. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad. Het was leuk, gezellig. Goed gewerkt met de collega's. Dus ik ben echt heel tevreden. Ik heb trouwens hier nog gewoon een topje om. Hoor niet dat je denkt, wat doe je nou? Nee, er waren echt super leuke collega's bij. Oh, er zit een spiegel achter mij. Maar je ziet niks, want ik heb een hele lange top aan. Echt super leuke collega's vandaag gehad. Dus dat was echt heel erg leuk. Veel gezien ook. En vanaf komende maandag mag ik het dan eens af gaan doen. Trouwens, uiteraard super veel zin in om het zelf te gaan doen. Echt heel erg leuk. Toch wel ergens een beetje spannend. Want het is toch wel dat ik denk, ja, ik ken daar verder niks. Dus, bijna om. Ik ken daar verder niks. Dus het is wel dat ik denk van, oké, spannend. En hoe ga ik dat dan allemaal vinden? Ga ik het leuk vinden? Ga ik het eng vinden, niet leuk vinden? Ik weet het allemaal niet.
weer heel even hier neer. Dus dat is wel leuk eigenlijk. Ik heb er wel, wel zin in. Ik kijk er wel naar uit, laat ik het zo zeggen. Dus dat is mooi. Ik ga mijn bed in. Ik hou alleen dit topje aan. Vind ik even lekker. Gewoon geen poespas, niks. Niet moeilijk doen. Gewoon makkelijk. Ik ga wel make-up er even afhalen. En ik heb vandaag bij de schoonspecialist deze scrub gehaald. Dus die ga ik gelijk even proberen. En dan ga ik daarna lekker slapen. En morgen even nieuwe schoonmaakproducten halen voor mijn gezicht. Want wat ik nu heb, werkt niet echt. Make-up is er al. De scrub is gebruikt. Dat is echt heerlijk. Hij ruikt ook echt super lekker. Maar, ik ga slapen. Ik ga mijn lampen uitzetten. Op de luie manier. En mijn laptop weg, want ik heb vanmiddag nog een aflevering gekeken van Lisa. Maar ik ga nu slapen. Want ik ben toch wel een beetje moe. Lekker mijn extra dekentje erbij. Want ik heb heel koud s'nachts. Lekker mijn grijze warme dekentje erbij. Het plafond staat nul aan, dus dat is wel lekker. Maar, jongens en meisjes, ik ga slapen. Want ik heb niet zoveel meer te doen. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie morgen. Goedemorgen jongens. Ik heb jullie één ding nog niet verteld. Dat is dat gisteravond een chick is overleden. Die lag hier dood in het hokje onder het krukje waar ik nu op zit. En mijn pa vond haar gisteravond toen ze de eten ging geven. Ze was wel oud. Dus het zat eraan te komen dat ze geen jaren meer meeging. Steen geworden. Maar ik hoorde het dus gisteravond toen ik op mijn werk was. En dat was wel heel erg wat ik dacht van, wat? Hoe dan? Hoe kan dat? En verder kon ik niet een traan laten of zo. Ik weet niet, dat kwam niet. En vannacht werd ik wakker. En toen heb ik wel even gehuild. En vanmorgen ook. Gewoon altijd een leuke meid. Ik had niet verwacht dat ik me zo gehecht kon raken aan een kipje. Elke dag als ik de hok overdeed hier, kwam ze naar buiten. En ze stond altijd te mopperen als we langs liepen of ze zei gedag. Zat ze hier op het hoekje. Waar ze mee samen zat hier, waren geen vriendjes, maar
ze deden toch normaal tegen elkaar. Willy, ik vond Jackie niet zo leuk. Hij zit altijd achter de raam. Gekkie. Ja. Het is niet anders. Ze ligt bij ons in de vriezer nu. En we gaan haar laten cremeren en dan gaat ze samen bij de konijnbarsen. Drie jaar geleden, 3 of 4 jaar geleden mee in de hok zat, dikke maatjes. Daar gaat ze mee samen in de uren. Zoals velen van jullie weten, we zijn mega dierenvrienden, dus alles wat we hebben, daar hebben we van gehouden. En 9 van de 10 keer namen we dat ook cremeren en hier zit iemand de aandacht te trekken. Pinky, wat doe je? Snuffert. Pinky die, ik weet niet, dat is natuurlijk onze nieuwe konijn, maar die wil alleen maar aandacht. En nee, ik had niet verwacht dat het in 1 keer zoveel zou doen of zo. Ja, ga maar terug, Willy. Lekker naar binnen. Dus nee, ik zit hier even lekker op mijn gemak. Een kopje koffie meegenomen hierheen. En even een beetje uithuilen. Moet kunnen toch? Om te bedenken dat ik vorige week nog Petter in mijn armen heb gelopen. En ik wou dat ze lag toen in mijn armen en ik wou er neerzetten. Toen kukkelde ze echt mee zo van nee, ik ga niet. Ik wil bij jou blijven liggen. Oh jongens, het kan een dag of avond of in dit geval vlog toch in één keer een andere wending krijgen. Het is zo raar opeens. Ik deed wat ik zeg, ik deed vanmorgen ook het hok open. En normaal staat ze gelijk te mopperen. En toen ze eruit wil ze lopen. En dat was het niet. En toen brak ik ook wel even op. Ik dacht van, shit hé. Ze is echt niet meer. Maar goed, nou, ze hebben gisteravond Binky's hok. Die stond natuurlijk daar. Dat is Chickie's oude hok. Ach, ik kom niet eens op mijn woorden. Hebben ze omgewisseld dat Binky wel hier gewoon lekker warm en droog zit. Maar alleen Binky en Billy kunnen niet samen, want die vinden elkaar niet zo lief. Dus dan doen we dat maar niet. Maar ja, jongens. Ik ga hier nog wel even zitten, denk ik. Ik zit trouwens gewoon in mijn onesie. Het is ook helemaal niet koud. Ik heb het ook niet koud. En ik weet niet. Op een of andere manier wil ik hier gewoon graag even zijn. Maar goed. Ze was een schat. Ik moest dat nooit vergeten.